Hallo allemaal, vandaag gaan we het hebben over 6 redenen om de Franse taal te kiezen. Frans is een wereldtaal en wordt veel over de wereld gesproken. Daarom is het erg handig als je later in een Franstalig land gaat werken of op vakantie gaat om Frans te kunnen spreken. Anders kom je in moeilijkheden zoals dit. Tu es une garçon. Pardon? Tu es une garçon. Vandaar! Tu es une garçon. Frankrijk heeft de lekkerste keuken. Iedereen kent wat Franse stokbrood of croissants. Daarom is het erg handig dat je Frans kunt spreken als je later in de Franse keuken wil werken, zodat je weet welke ingrediënten je nodig hebt. Sport is ook iets belangrijks in Frankrijk. Ze doen het dan ook vaak. Ik heb vandaag ook een Franse sporter uitgenodigd die jullie zal laten zien hoe goed ze kunnen sporten in Frankrijk. Bonjour, je suis Sébastien. Je suis un sporteur professionnel. In Frankrijk kan je veel profcarrières krijgen. Daarom is het erg handig om Frans te kunnen, want anders kan jij ze niet verstaan en zij jou ook niet. Toevallig heb ik ook een Fransman uitgenodigd met een profcarrière. Bonjour, je suis Pieter. J'ai une carrière professionnelle. C'est brave thing. Je fais des montrées. Frankrijk is ook het land van de wetenschap. Dus het is erg handig dat je Frans kan als je de Franse wetenschap wil gaan bestuderen. Om jullie te laten zien wat ik bedoel met Franse wetenschap, heb ik toevallig een Franse wetenschap uitgenodigd die jullie iets makkelijks zal laten zien. Ik ga jullie wat makkelijks laten zien. Kijk, dan heb je dit teken en dan moet je daar dus dit bij optellen. Dat is 1 tweede en dan krijg je weer in oneindig en lim. En dan moet je dit dan daarbij doen en dan krijg je 1 vierde. 2 hours later. Is dat weer oneindig? Komt er weer bij? Dat komt er zo weer bij. 1 eternity later. En dan moet je weer bij dit rare tekentje doen. En dan weer bij lim krijg je weer. En dan kom je uit bij deze SN. En dat is dus 1. Frankrijk heeft ook zo zijn eigen cultuur. Ze hebben bepaalde feestdagen die voor Frankrijk heel belangrijk zijn. Als je die feestdagen wil meevieren, is het erg handig als je de Franse taal kunt. Dit waren 6 redenen om voor de Franse taal te kiezen. Laat even beneden in de reacties weten welke reden jullie het beste vinden om voor de Franse taal te kiezen. Dan zeg ik nog maar 1 ding, later.